In Nederland kunnen we elke dag weer genieten van goed en gezond eten van eigen bodem. Zuivel, vlees, eieren, groente en fruit dankzij onze vruchtbare grond, gunstige weersomstandigheden en vooral eeuwen van innovatie en vakmanschap van onze boeren en tuinders ligt hier volop vers, lekker en gezond eten in de schappen. Nog wel, want onze boeren en tuinders blijven daar graag ook in de toekomst voor zorgen. Maar we lijken soms vergeten dat eten niet vanzelfsprekend is. Door oorlog zullen er wereldwijd meer mensen honger krijgen. In Nederland voelen veel gezinnen het in de portemonnee. En bij boeren en tuinders, de voedselmakers, stapelen de uitdagingen zich op. Klimaatverandering, gewasbescherming, extreem weer, het stikstofdossier. We moeten en willen veranderen om steeds duurzamer te produceren en wereldwijd voorop te blijven lopen. Maar door steeds meer regels op regels, die soms volledig losstaan van de realiteit, lopen onze ondernemers vast in een juridisch moeras. Onze zorg is dat we straks dus nog wel avocado's uit Zuid-Amerika, sugarsnaps uit Zimbabwe en garnalen uit Thailand hebben, maar dat de supermarkten er verder leeg uitzien. Onze boeren en tuinders gaan graag aan de slag met de uitdagingen waar we voor staan. We kunnen de wereldproblematiek niet oplossen. Maar we willen wel blijven zorgen dat er goed eten in de Nederlandse schappen ligt. En voor die zekerheid van goed eten en verduurzaming staan we niet in ons eentje aan de lat. Van de overheid vragen wij indringend daarom om samen te werken met onze voedselmakers. Niet over, maar met de boer en tuinder te praten, zodat we eindelijk echt aan de slag kunnen. Van de supermarkt vragen we om producten van eigen bodem aan te bieden. Lokaal, beter voor boer en klimaat. Melk en boter, aardappels en kool, een lekker stukje vlees. Het hoeft allemaal niet ingevlogen te worden. En u, als burger en consument, we hopen dat u het goede eten en mooi groen dat de Nederlandse boeren en tuinders voor u maken, waardeert. Nu, vandaag, morgen en in de toekomst.